het einde van het academiejaar nadert. De studenten trekken zich terug op hun kamer en bereiden de examens voor. Hey mannen, tof dat je mij ook hier in Hammes kon bezoeken. Ik heb momenteel Diepenbeek even verlaten voor de blok, dat ik op mijn gemak en zonder afleiding kan bijblokken. En de examens staan voor de deur, morgen het eerste. Dus het is nu een beetje stress natuurlijk. Dat was er vorig jaar ook bij op het examen. Zo, David, dat is nu de laatste aflevering met u. Heb je nog een leuke herinnering eraan overgehouden? Oh, ik denk dat de plezantste herinnering die wij samen gefilmd hebben, dat zou voor mij toch Jungle Love zijn. Party people! Best wel goede vrienden gemaakt en volgend jaar ga ik daar ook presidium doen. Op dat vlak was Jungle Love wel een mijlpaal om te zeggen. Severin, wat zijn we aan het studeren? Ik ben statistiek aan het leren, want ja, het is wel een heel zwaar vak. Maar ik ben hier in de piep aan het leren, ik was heel rustig en stil, want ik kan niet tegen veel afleiding, dan lukt het niet meer studeren. Dus. En dan zit je het zitten? Ja, het is, vooral het laatste trimester is wel veel. Ik ben ook heel veel tijd in twee werkjes gekropen. Het verschil met de eerste dag is wel heel groot. Dan kwam ik hier binnen als klein meisje hier in de universiteit, ik had wel schrik en zo. Ja, nu ben ik hier gewoon, loop je gewoon rond als een volwaardige student. En dat is wel een heel fijn gevoel. Dat is echt wel leuk hier. Severine, dan wensen we nog veel succes. Oh, dankjewel. Hopelijk dat je het doet hoort. Ja, ik zal het zeker laten weten of het gelukt is. Bye. Hallo, dag chef. En chef, wat zijn we aan het doen? Of wacht, laat me raden, aan het studeren. Ja, nogal. Ja. We hebben een blokje chemie voor de dinsdag. Dat is mijn eerste examen. En ja, het eerste examen is al het spannendste. Je moet al nog helemaal in je ritme komen en zo. Dus. Ik maak me niet zoveel zorgen. Ik heb het door het jaar redelijk goed geleerd. Dus dan mag het normaal gezien niet zo'n probleem vormen. Natuurlijk heb je nog wat afleiding deze keer met 2K en met kleisjes en heb je aan het spelen. Dat is altijd wel minder. Dat zijn toch uw ontspanningsmomenten? Inderdaad, die heb je ook nodig. Dus. Frederik, het is een blok en ik zie je nu achter de boeken zitten. Ja, ik ben een van de weinige gelukkigen die geen blok heeft. Dat is eigenlijk een uniek systeem hier bij de studenten van geneeskunde. Die hebben om de 5 weken examen. En op die manier heb ik eigenlijk al een heel deel van mijn examens gehad. En heb ik nu nog een tweetal weken les eer dat mijn blok begint en ik nog mijn laatste examen moet doen. Dus, op dat vlak sta ik er beter voor als een heel aantal andere van mijn collega's. En wat was voor u het leukste moment? Goh, leukste moment. De tofste aflevering in ieder geval om te filmen vond ik de aflevering in de dissectiezaal. Die toonde ook waar ik mee bezig ben, wie ik echt ben, wat ik graag doe. Het was wel een toffe aflevering om te filmen, vond ik. Ja, dat vonden wij ook. Steve. Super. Hey, dag Eva. Hela. Aan het studeren natuurlijk, zoals ja, iedereen. Ja, inderdaad. Morgen mijn hoofdvak, dus het zal wel moeten. En wat is dat, die hoofdvak? Operationeel onderzoek. Het is niet zo moeilijk, maar het is vooral veel en dat maakt het wel moeilijker. Het meeste bijgebleven, ja, buiten al die momenten met jullie. Gewoon het Diepenbeekse studentenleven toch. Dit is mijn laatste jaar geweest in Diepenbeek. En ik zit bij Amicitia Eterna, de tofste vrouwenclub van Diepenbeek. En daarmee gewoon op stap gaan en samen dingen doen en gezellig avondjes samen zijn. Dat is wel het tofste geweest van voorbij jaar. Ik hoop dat dat nog blijft duren nadat ik afgestudeerd ben, maar dat denk ik wel. Zo Paolo, het zit erop. Eindelijk vakantie, Steve. Eindelijk vakantie, Paolo.